Kan dat jou niet een beetje koken of? Ei bakken. Ja. Ei bakken en ja, voor de rest. Hij is moe, hij traint. Ik ben moe, mama. Ik train. Hij houdt meestal van wanneer ik kook. Ja, 100%. We zijn thuis bij Arjani Marta, waar we samen met zijn vader en broertje gaan genieten van de kookkunsten van Arjani's moeder. Aangezien Marta's kwaliteiten aan de bal een stuk indrukwekkender zijn dan zijn kunsten in de keuken, wordt hij op pad gestuurd om de laatste ingrediënten te scoren in de supermarkt om de hoek. Dus... Ga je het opschrijven? Nee. Ja. Ik vergeet snel. Dus komkommers, tomaat. Ja, maar je hoeft niet veel dingen te halen. Gewoon die cornflakebrood halen of zo. Ja, ik weet niet wat je dat vindt, hoor. Dat is in zodra je binnenkomt, aan je rechterhand, die koeler, daar beneden. Oké, is goed. Ja? Ja. Ik weet niet wat voor brood ze willen doen, maar ik vraag het wel na. Ja, dan gaan we dat doen. Top, let's go. Yes. Marta is opgegroeid in Rotterdam en verhuilde het drukke centrum van de Maastad voor een appartement in Amstelveen. En dat was in het begin wel even wennen. Ja, klopt. Het is wel heel veel rustiger hier, maar ik denk dat ik deze rust wel echt nodig had. Dus ik ben er wel blij mee dat ik zeg maar hier terecht ben gekomen. Amstelveen. Oh, dat is snel. Als je weet van, je vrienden zijn er sowieso wel in de buurt, al zijn ze niet met je nu. Maar je weet van, ze komen sowieso. En mij hoeft ze niet te vragen of ze langskomen. De deur is altijd wagenwijd open voor hun. We doen wel echt van alles samen. Maar het meeste wat we doen is met elkaar gaan uit eten en zo. En voornamelijk bij Loetje. Maar ja, bij Loetje zijn we wel, ja, best wel vaak te vinden. Nou, het moet niet te vaak worden. Maar, te vet. Ja, veel vet. Ja, er komt amper wat bij mij. Zo. Wat moest je ook weer hebben? Sorry? Wat moest je ook weer kopen? Komkommers, tomaten en nog brood volgens mij, als ik het goed heb. Maar kijken waar ze liggen hoor. Hier hebben we een komkommer. Ik denk dat dit wel genoeg is. Voor mij was het een soort stokbrood of zo, zoiets. Ik zie ook niemand die hier werkt. Ik vraag mij af waar het staat. Ik weet niet waar het staat hoor. Even in de koeling kijken, denk ik. Ja, kan ook. Volgens mij is het. Ik hoop dat het hem is. Ja, dit is hem. Ja, ik doe er wel twee van. Dat vind ik wel lekker. Kan je nog een beetje normaal over straat of is het wel een beetje veranderd nu je de buurt hebt gemaakt? Nou, ik ben tot nu toe niet echt buiten geweest. Maar ja, wie weet, ik zie het wel of het wel zo is of niet. Maar merk je dat de dingen veranderd zijn sinds je wat bekender wordt ook? Ja, qua in de media en zo krijg ik wel echt veel berichten en zo. Instagram ook heel veel. En nu na de wedstrijd heb ik wel echt een aantal interviews en zo. En dan moet ik ook soms ook met een sponsor lopen. Moet ik ook gaan praten. En ik denk dat iedereen wel die persconferentie heeft gezien. Ja, dat is wel leuk. Ja, aan het begin wel. Toen was het even om me heen kijken. Denk ik van, sta ik hier echt? Is het echt? En blijkbaar is mijn droom uitgekomen om in het eerste van Ajax te spelen. Dromen over Ajax 1 deed Marta vaak. Maar of hij in die dromen ook linksback stond, valt te betwijfelen. En juist op die positie speelde hij al 3 eredivisiewedstrijden. Terwijl hij eigenlijk al heel zijn leven aanvaller is. Volgens mij was het een keer een wedstrijd onder Sean Heitinga. Toen werd ik opeens linksback gezet. Toen ja, het ging best wel goed. Ik maakte niet echt veel fouten, was gewoon goed aan de bal. Op een gegeven moment hadden we een wedstrijd onder Dave Vos. Hij zei van ja, Ara, linksback. Toen zei ik, ik heb je nodig. Oké, ik zeg ja, is goed, dat gaan we doen. Ik dacht van ja, trainer helpt mij ook altijd bij situaties waar het moeilijk is. Of als ik het moeilijk heb, vraag je ook gewoon van hoe ik me voel en alles. En op een gegeven moment hoor je elkaar dan te helpen in situaties. En ja, dat maakt je band ook sterker samen. Dus toen stond ik een aantal wedstrijden linksback. En ja, na 4 weken zat ik eerst op de bank bij PSV. Toen dacht ik al, hè, iets klopt niet. Dus ik op de bank bij PSV, daar was ik al heel blij mee. En toen kreeg ik te horen van, ja, je gaat mee tegen Volendam.
Dus ik was aan het, dus iedereen zegt steeds tegen me van ja, je gaat beginnen. Maar ik had in mijn hoofd van, het kan zo zijn dat iemand anders start, dus ik kan niet te blij gaan doen. Maar ik moet wel gewoon klaar zijn als ik er moet staan. Toen zei trainer van ik heb gesproken met Dave. Toen legde hij een aantal dingen uit, zei van ja, je gaat beginnen. Toen zei ik ja, is goed. Toen de warming-up, kwam ik het veld op, keek om me heen. Toen was het nog rustig. Kwam ik het veld op, deed mijn warming-up, gewoon scherp. En toen liepen we het veld op. Toen keek ik om me heen en denk van, ah, sta ik hier echt? En ik was hier zo blij mee, ik kon het niet geloven. En het was gewoon echt top om mee te maken. En bijna binnengewerkt door Bergwijn. Dat is een hele knappe redding van Backhaus na de voorzet van Marta. Mooi debuut van Marta, die het prima deed als linksback. Dat is niet te beschrijven. Dat was gewoon van, je zag op dat moment al die momenten en al die kracht en alles wat je in hebt gestopt en heen en weer rijden en praten. Publiek op de bank voor de 20-jarige Marta, die een prima debuut heeft gemaakt. Hij geniet ervan, Marta. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar we bleven altijd zeggen, Gianni, don't give up, we gaan gewoon verder. Blijf je best doen, het komt goed, blijf je best doen. Maar ja, het is je kind. Op een gegeven moment zijn dagen die wat minder gingen. Maar ja, blijven we bidden. Ik zeg tegen hem, blijf bidden, blijf in God geloven. God heeft een weg voor jou. Zijn debuut, man of the match. Ik had het helemaal niet verwacht, man of the match. Dus toen dat keek, zijn vader zei... Zijn vader zei, kijk, Gianni, man of the match. Ik dacht, wauw. En onze telefoons gingen berichten. Vader, berichten. Mensen gingen bellen. Jullie moeten die presentators horen. Jullie moeten dit, jullie moeten dat. Het was amazing. Het was gewoon... Ik had zelf tranen in mijn ogen. Ik was gewoon emotioneel geworden van al die hard werken. Je moet zoveel opgeven voor je kinderen. Heen en weer rijden. In auto slapen. Bij Ajax des toen tijd. Tijd van corona. Want ik ging daar vanaf 9 uur tot 3 uur in de auto slapen. Daar bij de toekomst. Wachten totdat, want we moesten weer naar Rotterdam rijden. Dus wachten totdat hij klaar was. Eten maken, de volgende dag weer opstaan. En soms ja, heel vroeg, rond 5 uur of zo, 6 uur. Dan moest ik al op de snelweg, want ik wilde niet te laat komen door file, want you never know. Weet je, dus al die dingen, die zijn echt dingen die dat achteraf, toen hij zijn debuut maakte, ik had gewoon een hele grote last van mijn schouder van, wie deed dit? Dus ik heb mijn werk toch goed gedaan, zijn vader ook. Maar soms, ja, je komt in die momenten dat je denkt van, ja, oh, het wordt te veel. Het wordt echt te veel. Maar ja, je moet sterk voor je kinderen zijn. Ik heb hun nooit laten zien van... Soms ging ik wel huilen, bijvoorbeeld als het niet goed ging of die wedstrijd. Of dan komt hij met een gezicht sip thuis. Maar ik ging hem altijd zeggen, nee, Adjani, we moeten blijven gaan. Ja, dat is wel mooi om te horen, zeg maar, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Wat ze hebben moeten laten vallen, zeg maar. Om mij de kans te geven om mijn doel te behalen in het leven. Of in ieder geval iets te doen in mijn toekomst. En daar ben ik ze gewoon dankbaar voor. En ja, ze zijn gewoon echt topouders. Ik kon niet beter krijgen. Dat is ook een dolf. Even kijken wat het snelst gaat, hè. Zou ik ook een tasje van u mogen? Oh, kan ik hem gewoon pakken? Ja, gelukt. Top. Maar dat hoort ook een beetje bij op jezelf wonen, toch? Beetje... Ja, klopt. Maar ik ben echt een flink persoon. Ik hou van bestellen. Hoe is dat voor jou om op jezelf te wonen? Het is toch wel anders dan met je ouders wonen. Want ja, het afwassen, dat doen mijn ouders altijd. Nu opeens maak je bord vies, kan je hem niet laten staan. En dan is het van, oh zo! Ja, het is een stevige wind. Ik ben wel echt lui, maar ja, soms moet het. Het kan niet in een zwijnenstal gaan leven, dat hoort er niet bij. Gewoon verantwoordelijkheid hebben en gewoon schoonmaken. Hij was best wel jong toen je op jezelf ging wonen, toch? 18? Ja, 18. Maar hij was ook veel beter voor me ook. Zeg maar die afstand en zo van Rotterdam naar hier,
Dat was niet echt best. Het is ook ver, kost ook veel energie. En nu woon ik er letterlijk 10 minuutjes vandaan. Dus ik kan wel iets later opstaan. Iets langer in je bed liggen? Maar ja, iets langer in mijn bed liggen, ja. Dat is wel echt top. Gewoon, ja, ik hoef alleen maar rechtdoor. En dan naar links. En dan weer rechtdoor en dan ben ik er al. Ja, dat is echt top. Ik heb veel met Urbi gesproken, eerst aan het begin, toen ik het nog niet wou accepteren dat ik linksback zou worden. Zei van, ja, het is ook gewoon aanvallen, ook van het Ajax-spel is het ook gewoon meer aanvallen dan verdedigen. Je bent veel voorin, veel assisten, veel goals kan je maken. Sindsdien bleef hij dat maar tegen me zeggen, hij bleef het zeggen, hij bleef het zeggen. En toen, ja, toen was ik het gewoon gaan accepteren, want ik was vaak een beetje teleurgesteld van ja, nu moet ik weer linksback staan op de training en dan in de wedstrijd ook weer. En toen op een gegeven moment ging het gewoon allemaal zo snel. En ja, ik ben ze gewoon allemaal dankbaar dat ze het allemaal in mijn hoofd hebben gestampt. Hij zei, ja, ik wil scoren, mama, back. Ik zei, Adjani, God heeft je deze positie gegeven die je niet wil. Ja, ik herinner me. Maar dat is de weg om aan de top te komen. Dit heeft God voor jou, die linksback. Kijk wat Adjani heeft gespeeld, alsof hij echt de linksback is. Mis je het aanvallen nog wel eens? Ja, ik mis het aanvallen zeker, maar, ja, zeg maar de manier hoe we spelen. Dat ik zeg maar de hoogste in het veld en dat Bergwijn dan in het midden staat. Ja, dan kom ik hetzelfde, dat is gewoon in mijn 1 tegen 1. Of dan kan ik komen in een voorzet of een 1-2. Of ik maak die loopactie zodat hij kan gaan dribbelen. Het is allemaal ja, het is gewoon blijven aanvallen. En het verdedigen, ja, het is ook wel leuk. Het is ook wel leuk. Als je tackle maakt, zie je ook fans die echt gewoon meedoen met je. En dat geeft je ook gewoon meer kracht om weer een bal af te pakken. Jij was sowieso ook wel met het publiek bezig, tegen Volendam ook wel. Ja, dat klopt. Ja. Een beetje, ja, zodat ze achter me gaan staan, ja, achter ons gaan staan. En dat is gewoon mooi. Gewoon als de fans ook achter je staan, dat geeft ons ook weer vertrouwen om meer uit de wedstrijd te halen. Als jullie klaar zijn, mogen jullie aan de tafel van... Madame. Ik moet niet te snel gaan, naast mijn schoenen gaan lopen of te snel denken van ik ben er al, want ik ben er nog niet. Het is pas het begin en nu moet het gewoon doorzetten. Ja, hoe zorgt de omgeving ook dat je niet naast je schoenen gaat lopen? Word je ook wel met beide benen op de grond gehouden? Ja, tuurlijk. Mijn ouders altijd. En mijn vrienden zijn ook gewoon, ze hebben ook gewoon een goede invloed op me. Ik praat ook gewoon veel. Zit ik hier laat op de bank met een film te kijken. Ara, ga slapen, want je moet trainen. En dan, ja, dan ga ik gewoon pitten. Dan luister je wel. Ja. Soms wel. Soms ook die film wel afkijken.